In een bovenwoning aan de Dissel in Maarhezen is zondag aan het einde van de middag een dode man aangetroffen, die, zoals de politie het stelt, onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. De man was zwaar gewond toen de politie hem aantrof en overleed korte tijd later, ondanks reanimatiepogingen. Onder welke omstandigheden de dode man om het leven is gekomen, wil de politie niet zeggen. Ook over de identiteit of leeftijd van de man kon een woordvoerder niets melden. Het technisch onderzoek werd gisteravond pas laat afgesloten. Een deel van de straat werd tot die tijd ook afgesloten.